In Via Cultura Live, een verkiezingsdebat met deelnemende partijen aan de Provinciale Statenverkiezing op woensdag 15 maart. Over onder meer de volgende onderwerpen. Hoe komen de inwoners aan een betaalbare woning? Kan het openbaar vervoer een beter alternatief worden voor de auto? Hoe houden we de energietransitie betaalbaar en halen we de doelen? En moet de PFAS-uitstoot in 2026 teruggebracht zijn tot 0%? Presentatie en gespreksleiding Ben Corino. Goedenavond. Welkom op dit provinciaal verkiezingsdebat, want het gaat gebeuren. Want de provincie, heel veel mensen hebben het niet in de gaten, maar de provincie is belangrijk. Die faciliteert een aantal infrastructuur die echt heel belangrijk. We hebben het over het openbaar vervoer, wegen. Daar gaan we eigenlijk zo meteen over praten. We hebben een behoorlijke lijst met kandidaten hier zo staan. En daar gaan we mee in debat. En kijken of ze de antwoorden weten. Maar dat gaan we mee. We wachten van politici dat ze heel kort en bondig zijn. Of dat gaat lukken, dat is maar de vraag. Maar wij gaan er in ieder geval voor zorgen dat het een debat wordt waar in ieder geval de kijkers thuis, de luisteraars thuis en de mensen hier in de zaal in ieder geval informatie krijgen waar ze wat mee kunnen doen en misschien ook hun stemgedrag kunnen laten bepalen. In ieder geval, ik ga de aftrap doen. We hebben de afspraak gemaakt dat vanavond er eerst een pitch zal zijn waar de kandidaten zich kunnen voorstellen, waar ze voor staan, kort en bondig. En daarna gaan we stellingen behandelen. En als dat afgerond is, dan is de gelegenheid voor mensen in de zaal. Want er zijn behoorlijk wat mensen op afgekomen tot mijn vreugde. En die kunnen hun vragen stellen aan de kandidaten en daar mogen ze dan op reageren. Ik begin hier aan mijn rechterkant. Ja, hoe rechts kan het zijn? Axel Broekhuizen. Ja, klopt. Aan jou nu de mogelijkheid om je te verkopen. Ja, goeie avond iedereen. Axel Broekhuizen, 31 jaar oud. Ik kom hier uit Dordrecht, ben ondernemer. En ik sta verkiesbaar voor de VVD op plek 6 op de statenlijst. En dit is de eerste keer dat ik mij verkiesbaar heb gesteld. En ook de eerste keer dat ik een debat voer. Dus ergens vind ik het ook wel een klein beetje spannend. Ik kreeg de stellingen eerder deze week doorgestuurd. En ik dacht zo, oh jee, die zijn wel een beetje links. En ook ergens ook wel redelijk activistisch geschreven. Maar ik ga mijn best doen vandaag om jullie mijn standpunt en ook die van de VVD te vertellen. En ik ben straks ook heel erg benieuwd naar jullie vragen. Dankjewel. Goed zo. Dankjewel, Axel Broekhuizen. Dan, het is voor jou dus de vuurdoop. Dat is zo. Ja, ja dan hoop ik dat je anderen een beetje rekening met je houden. Ach, dat hoeft helemaal niet. Oké, okay. U heeft het gehoord. Hij hoeft niet gespaard te worden. Dus de volgende kandidaat. Ja, Gerrit van der Breevaart. Kom uit Hendrik Ido Ambacht. Huidig statenlid. De afgelopen 4 jaar hebben wij ons hard ingezet om een gebiedsgerichte aanpak voor elkaar te krijgen. Oftewel met aandacht voor elk gebied en elke stad en niet geen generieke maatregelen. Onder andere is een van de dingen die wij de afgelopen jaren hebben gebezigd bouw waar en wat nodig is. En dat allemaal met oog voor mens, dier en natuur. En een punt waar we ons de afgelopen jaren ook hard voor hebben gemaakt en waar we zeker ook op een koersvaste manier mee verder gaan, is dat we te maken hebben met een overheid die toch wel wat generieke maatregelen over ons heen stort, ons ook veel gaat dwingen en uiteindelijk ook wel soms zelfs wel eens het belangrijkste orgaan van de provincie overslaat. Daar hebben we ons hard voor ingezet om dat te voorkomen in de toekomst en daar gaan we mee verder. En wat ons betreft hebben we ons de afgelopen 4 jaar, en dat gaan we de komende jaren ook doen, ingezet om de autonomie van gemeenten te bewaren. Gemeentes weten heel goed wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. En dat willen we graag zo behouden. Ja, dat is duidelijk. De afgelopen 4 jaar ben je al statenlid geweest. Ik heb begrepen dat dit keer de ChristenUnie en SGP los van elkaar de verkiezingen ingaan. Nou, dat deden we de afgelopen periode dus sowieso. Alleen wat we de afgelopen periode gedaan hebben is dat we na de verkiezingen een gezamenlijke fractie vormen. Ja. En dat zal na deze verkiezingen niet gaan gebeuren. Goed zo. Dus twee gezichten. Dankjewel. Lies van Aalst, de SP. Ja, dat klopt. Ik ben Lies. Ik ben een lijsttrekker van de SP hier in Zuid-Holland. En ik woon in Gorkum, dat is hier redelijk in de buurt. En ik neem jullie graag mee in wat op dit moment de belangrijkste kern is van ons verkiezingsprogramma. De kern is publieke diensten horen in publieke handen.
En dat gaat erover dat we de afgelopen tientallen jaren vele zaken die wij eigenlijk met elkaar bestempelen als ontzettend belangrijk, woningbouw, openbaar vervoer, energie, hebben weggegeven aan de markt. Voor een deel is het gekocht, maar eigenlijk wel voor hele lage prijzen. Dat is waarom wij nu als SP zeggen dat het ontzettend belangrijk is om bijvoorbeeld een provinciaal energiebedrijf te hebben. Want op het moment dat wij er overheidsgeld in investeren, hoort daar ook zeggenschap tegenover te staan. En horen jullie als belastingbetaler mee te delen in de winst. Maar wij zeggen bijvoorbeeld ook dat we als overheid zelf woningen moeten gaan bouwen. Nu laten we dat over aan de markt, wachten we rustig af of ze die betaalbare huizen gaan bouwen. En zijn we dan vervolgens heel verbaasd als dat niet gebeurt en we wachtlijsten hebben van 10, 11 jaar. Wij zeggen wonen is een grondrecht. En omdat het een grondrecht is, moeten wij daar ook verantwoordelijkheid voor nemen als overheid. En datzelfde geldt voor openbaar vervoer. Op dit moment doen we met openbaar vervoer aanbestedingen. Laten we het over aan bedrijven. En die bedrijven mogen vervolgens behoorlijk veel zelf bepalen en een deel van de winst meenemen naar huis toe. En wij zeggen als SP dat het zo'n belangrijke publieke dienst is, dat het in publieke handen hoort te zijn. En om een echte concurrent van de auto te worden, zou het ook gratis moeten worden voor de reiziger. Pas dan heb je echt een concurrent van de auto. Nou, dat klinkt interessant niet. Dat betekent dat we... Je hoort een bijval die je krijgt, hè? Maar dat betekent in ieder geval dat we straks, wanneer we het over de openbaar vervoer gaan praten, dat we daar zeker nog wel het een en ander van jou gaan horen. Zeker. Ja, dankjewel. Pieter Groenewegen, Partij van de Dieren. Partij voor de Dieren. Voor de Dieren, ja. Hoe komt dat toch? Dat ja. Ik iedere keer fout ben. Ja, maar ik heb begrepen dat ik niet de enige ben. Nee, dat klopt ook nog eens, ja. Nee, het gaat ook, weet je waar het ook fout gaat? In Zuid-Holland. Want we rollen van de ene crisis in de andere. Er is een klimaatcrisis, er is een biodiversiteitscrisis, een stikstofcrisis, een wooncrisis. Armoede neemt toe en ongelijkheid en dan vergeet ik er vast nog een hele hoop. En die crisissen zijn heel divers, maar wat ze gemeen hebben is dat ze worden veroorzaakt door politici die problemen op de lange baan schuiven. Of die problemen weg te proberen te moffelen met boekhoudkundige trucjes. Want politici, veel politici weten van heel veel dingen wel de prijs, maar zijn een beetje vergeten wat er nou echt waardevol is. En wat is er echt waardevol? Een fijne, groene, gezonde leefomgeving voor mens en voor dieren. Een planeet die we met trots kunnen achterlaten voor onze kinderen en voor toekomstige generaties in plaats van met schaamte. En een wereld waarin iedereen meetelt. Ook als je niet geboren bent in een rijke familie. Ook als je niet geboren bent in Nederland. En ook als je niet geboren bent als mens, maar als dier. En wij van de Partij voor de Dieren zijn eigenlijk de enige partij die daarvoor op durven te komen. Die ons durven te verzetten tegen het recht van de sterkste. En juist de belangen van de zwakste voorop durven te stellen. En dat is ook de enige manier waarop we uit de crisissen kunnen komen waar we op dit moment in zitten. Dank jullie wel. Ja. Dankjewel, Pieter. Ik vind het altijd leuk inderdaad als mensen zeggen van, ja, die politici. Maar volgens mij ben je ook een politicus. Ja, nou ja, activist / politicus. Activist, oké. Okay. Nou, dat is duidelijk. Mevrouw Elve Koelen van Stem 50 Plus. Juist. Ja, die posters moesten wat hoger hangen. Ja, he, ja, daar. Ja, want anders ja. Hingen ze er allemaal onder. Ja. Dat had ik maar, wel door. Ik ben niet zo groot, maar ik wist wel dat het hoger moest. U heeft geen krukje nodig, hè? Nee. Gaat goed lukken. Goed. Gaat goed lukken. En goedenavond, mijn naam is dus Elve Koelen. Ik ben lijsttrekker voor 50 Plus in Zuid-Holland. Ik ben overigens ook fractievoorzitter van 50 Plus in Rotterdam. Ik ben daarnaast overigens ook oma van een kleinzoon van 2,5 jaar. En ik kan u vertellen voor degenen die dat nog moeten worden, dat is nog zelfs leuker als zelf kinderen krijgen. Dus dat heeft u allemaal nog in het verschiet als u jonger bent. 50 plus. Nou, wij zijn natuurlijk de enige oudere partij die echt opkomt voor de ouderen. We doen dat al een tiental jaar voor natuurlijk ons inkomen, het pensioen, de AOW. Maar daarnaast zijn wij natuurlijk ook heel, heel druk bezig met bijvoorbeeld huisvesting. Want laten we wel wezen, we hebben 800 bejaardentehuizen afgebroken en vervolgens tegen al die ouderen gezegd, u moet gewoon lekker thuis blijven wonen. Vindt u hartstikke leuk om vervolgens nu in deze wooncrisis, want wij krijgen de schuld van alle crisissen geloof ik, de ouderen, te zeggen van, kunt u nou niet even beter move uit die huizen, want daar moeten de gezinnen in gaan wonen. En we hebben geen seniorenwoningen gebouwd in die tijd. Dus dat is een belangrijk punt. Een belangrijk punt is daarnaast natuurlijk de zorg die daaraan gekoppeld is. Ook daar hebben we een enorme crisis in.
En ja, we hebben allemaal gezegd dat er marktwerking moest komen. Nou, de vier grootste zorgverzekeraars op dit moment hebben 90% van de markt. Dan vraag ik me af, wat is dat voor marktwerking? Nou, dat kost ons ongelooflijk veel als ouderen. Want we hebben natuurlijk, als we ouder worden, nog wel slim van geest, maar toch wat minder van lichaam. En we hebben dat wel hard nodig en dat is er niet. En zo zijn er nog vele onderwerpen, veiligheid, werk, hè, leeftijdsdiscriminatie, waar we ons heel erg hard voor maken. Na je 50ste kom je niet meer aan de bak en maar solliciteren 5 keer in de week. Ongelooflijk dat we het doen. En toch gebeurt het. Dus er is ongelooflijk hard een oudere partij nodig. Daar kan de provincie niet al aan doen, denk ik. Heel veel kan de provincie daaraan doen. Je kan heel veel doen aan de economie. Ja. Je kan heel veel doen aan woningbouw. Die kan de zorg wat mij betreft. Want het van wij zijn er niet van bestaat niet in mijn beleving. Goed, daar gaan we straks verder over praten. Dank je wel. En dan van het Forum voor Democratie, Ruby Pichel. De nummer 6, dacht ik, hè, op de lijst. Nummer 8. Ja, ja, zeker. Ja, goedenavond, dames en heren. Mijn naam is dus Ruby Pichel. Ik kom uit Dordrecht, inderdaad. Nummer 8 op de lijst voor Forum voor Democratie. Ik wil eigenlijk even beginnen met het bedanken van de organisatie. En dan wil ik eigenlijk niet alleen bedanken voor de organisatie zelf, maar ook bedanken voor de persoonlijke uitnodiging. Velen van jullie weten dit misschien niet, maar vorig jaar waren PVV en FVD niet uitgenodigd. En daar waren de Dordtse partijen het niet mee eens. En ik ben hun uiteraard heel erg dankbaar dat ze zich vrijwillig hebben teruggetrokken. En dat heb ik ook uitgesproken. Nou ja, en wat de reden ook is dat we hier nu wel staan, dat komt eigenlijk ook door deze organisatie. Want ook al is het zo dat we er vorig jaar niet bij waren, en wat de reden daar ook van mogen zijn, ze hebben daar vast een reden voor gehad. En wat ik daar ook van heb, wat uiteindelijk ook mijn mening is, dat doet er niet toe. Want er is vast een reden geweest waarom ze daarvoor hebben gekozen. En dat er nu uiteindelijk wel een deur open is gegaan en dat we hier mogen staan en dat de houding eigenlijk is veranderd, dat toont kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid is eigenlijk een van de grootste krachten die we hebben. Dus dat wil ik in ieder geval daarbij aangeven. En dat brengt mij eigenlijk ook meteen bij waarom ik meedoe met de Provinciale Statenverkiezingen. Als we kijken naar vanavond, hè, dan gaan we het over verschillende onderwerpen hebben. Dan gaan we het hebben over de onbetaalbare woningen. Dan gaan we het hebben over de onbetaalbare energiecrisis. Dan gaan we het hebben over het teruglopen van het OV. Het zijn allerlei onderwerpen, allemaal eigenlijk gezorgd door een beleid van de afgelopen decennia. En al deze mensen die hier staan, die zijn hier ook gekomen om daar iets aan te willen veranderen. En dat is heel mooi en dat is heel nobel. Maar zonder die kwetsbaarheid, hè, dus eigenlijk jezelf echt openstellen, hoe confronterend dat ook is, hoe oncomfortabel dat soms ook is, zonder die kwetsbaarheid kom je niet bij je kracht. En de kracht komt eigenlijk uit eenheid en niet uit verdeeldheid. Het leven is eigenlijk een hele lange wandeling van onbewustzijn naar bewustzijn. En dat laatste, dat includeert alles en dat veroordeelt niets. Dus laten we het vanuit eenheid doen en niet vanuit verdeeldheid. Want uiteindelijk zit de kracht gewoon in onszelf en samen staan we veel sterker. En volgens mij is dat wat de bevolking uiteindelijk mag verwachten van leiderschap. Goed, eenheid maakt macht. Ja? Wat zeg je? Eenheid maakt macht. Of eenheid geeft kracht. Dan ga ik naar de volgende kandidaat. Dank u wel. Ik ben wel benieuwd. Wie hier in de zaal maakt zich zorgen over de toekomst? Wie maakt zich zorgen over stijgende energierekening? Over een oorlog aan de oostgrens van Europa? Over het klimaat? Over de vraag of u nog een betaalbare woning kan krijgen of uw kinderen? Ik zie inderdaad veel handen omhoog gaan. Ik maak me ook zorgen. Mijn naam is Nol van Gerven en ik ben van GroenLinks. Ik zit nu sinds een half jaar in de Staten en wij zetten ons deze periode al in voor het aanpakken van klimaatverandering, voor goed en betaalbaar OV en voor betaalbare woningen in Zuid-Holland. En ook de komende jaren willen we dat blijven doen. Want dat doe ik ook voor GroenLinks, omdat GroenLinks niet alleen groen is. Het zit al in de naam, maar ook echt onvervalst links. Dat is ook wat ik zou willen blijven bijdragen. Want GroenLinks is solidair met de mensen die staken, bijvoorbeeld in het streekvervoer, bijvoorbeeld nu in de afvalverwerking in mijn stad in Rotterdam. Omdat die mensen opkomen voor hun recht en dat is heel goed. En dat blijven we ook in de provincie doen. We strijden voor
het echt aanpakken van klimaatverandering, zodat ook iedereen dat mee kan maken, voor betaalbare woningen en passende woningen voor iedereen, en voor een goed openbaar vervoer wat ook toegankelijk is voor iedereen. Daar staan wij voor. Goed zo. Nol van Gerven, ik heb begrepen dat jij op plaats 7 staat. Goed. Nou, dat wordt afwachten nu hoe het gaat. Hè? We gaan voor 7, minimaal. Duidelijk. Ja, ik heb geen foto nu op mijn lijstje, maar... We hebben op het laatste moment geswist. Ja. Dus bedankt. Mijn naam is Willem Baks. Ik ben sinds 8 jaar statenlid in de provincie. Op dit moment van goud. En goud staat voor goed ouder worden. Als we geboren worden, daarna worden we allemaal ouder. Dus het betekent gewoon dat je, als je ouder wordt, betekent ook dat je bij het leven de dingen moet doen die daarbij horen. En wij willen graag als goud dat je goed ouder kan worden. Wat me opvalt in de provincie, in de 8 jaar dat ik daar nu zit, is dat er ontzettend veel gaat over economie. Het gaat heel veel over de ontwikkeling. En natuurlijk is economie belangrijk. Maar wij gaan meer voor leefbaarheid en gezondheid. Ik heb het woord Dupont gehoord, geen Moers gehoord. Ik heb PFAS gehoord. Nou, wij willen gewoon dat de inwoners van de provincie goed ouder kunnen worden. En dat betekent dat ze ook gezond moeten blijven. En daar moeten we als provincie veel meer aan doen. En de provincie moet zich omvormen naar een middenbestuurslaag die gewoon meer naar de mensen kijkt. Die meer kijkt naar het welzijn van de mensen en niet alleen naar de welvaart. En daarnaast vinden wij dat inwoners ook veel meer te vertellen moeten krijgen. Ik ben zelf betrokken bij het Burgerberaad op dit moment. Vind ik een goed initiatief van GroenLinks. Goed initiatief, ben ik betrokken bij de organisatie. En daar krijgen de inwoners wat te zeggen. Maar ik vind ook dat ze mee moeten besluiten. Dus wij zijn als goud tegen coalitie- en oppositievorming. Wij willen een statenbreed akkoord. We willen geen oppositie- en coalitieverhoudingen. We willen gewoon dat iedere stem telt. Dat alle partijen die in de Provinciale Staten zitten en straks gekozen worden, dat die allemaal zeggenschap hebben. En dat een stemmer en een kiezer en een inwoner ziet, mijn stem heeft zin. Goed. Nu zie ik het zo dat als de oppositiepartijen buitenspel worden gezet, dan zijn die stemmen nog een beetje geparkeerd. Je mag in de marge wat meedoen. Wij willen gewoon in de volle breedte de democratie zijn werk laten doen. Dus alle mensen doen mee met een statenbreed akkoord. Heldere taal, duidelijk. Ik hoor toch al wat dingen die met elkaar overeenkomen. Dus ik ben benieuwd waar straks die verschillen zitten. Dagmar van den Herik van het CDA. Nummer 6 op de lijst. Ja, nummer 6 op de lijst. Een hele goede avond allemaal. Mijn naam is Dagmar van den Herik, zoals u al zei. Ik kom uit Nieuw-Lekkerland, ligt hier ook in de buurt. Ik ben student in het dagelijks leven. En hiervoor was ik gemeenteraadslid van de gemeente Molenlanden. En heb ik mij in het bijzonder hard gemaakt om de punten van jongeren beter te vertegenwoordigen. En daar liep ik tegen een aantal dingen aan, namelijk dat er heel veel dingen zijn waar een gemeente voor verantwoordelijk is. Maar dat er ook ontzettend veel dingen zijn waar een gemeente niet voor verantwoordelijk is of moet samenwerken met een provincie. Denk bijvoorbeeld aan hele urgente opgaven, zoals nu woningbouw. Toen ik in het begin in de raad kwam, werd er gesproken over 300.000 woningen die gebouwd moesten worden in Nederland. Nou, inmiddels zitten we tegen een miljoen aan, als het goed is, dat de komende jaren gebouwd moet gaan worden. En daarnaast ook het OV, de bereikbaarheid. Coronasteun is bijvoorbeeld ontvallen nu. En we willen toch wat doen aan de duurzaamheid. En we zien dat er juist wordt ingekort op het OV. En zeker voor mensen die op het platteland wonen, kan ik vertellen dat dat echt enorm lastig is als de bus maar 1 keer in het uur opkomt dagen. Dus dat zijn punten waar ik me graag voor in zou willen zetten. En in het bijzonder ook voor jongeren. Omdat er ontzettend weinig jongeren nog momenteel deel uitmaken van de staten. Goed, heldere taal. Het openbaar vervoer, het platteland, dat ligt ook wel aardig onder de loep. Hè? Ja. Daar is niet iedereen tevreden meer over. Nee. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Hoewel tegenwoordig, ik zie ook heel veel jongeren tegenwoordig op e-bikes richting de grote stad fietsen om naar school te gaan. Ja. Dat weer wel. Dan komen we bij de buurman. En als het goed is, Robias Grond. Tobias. Helemaal goed. Dank voor de aankondiging. Ik ben de nummer 7 op de lijst van D66. En ik wil jullie ook graag vertellen waarom ik mij kandidaat stel voor de Staten. En dat begint eigenlijk 20 jaar terug. Toen was ik een 10-jarig jongetje die graag met de achterbuurjongens speelde. Dat vonden we eigenlijk wel leuk, maar dat ging op een gegeven moment niet. De moeder van die jongetjes die haalde ze weer terug. En als kind denk je van, ik geloof het wel. Geen idee hoe de wereld precies in elkaar zit.
Een aantal jaar later begreep ik wel wat er aan de hand was. En ik begreep dat wij het verkeerde geloof hadden. Daarom mochten wij niet met elkaar spelen. En ben ik blijkbaar onderdeel geweest van de segregatie waar we volgens mij juist zo hard vanaf moeten. En toen dacht ik, dit kan echt niet. We hebben enorme opgaven te doen met z'n allen. Die ook heel erg in de provincie duidelijk wordt. We hebben een gigantische woningbouwtekorten. Daar moeten we echt wat aan doen. Het openbaar vervoer moet oneindig veel beter. En niet in de minste plaats hebben we een klimaatcrisis die we echt met z'n allen moeten aanpakken. Het werkt niet op het moment dat we in het eigen gelijk blijven hangen. Zelf bepalen van op deze manier moet het en niet anders. We moeten dat met z'n allen doen. En alleen samen kunnen we die opgave echt aan. Goed. Dank jullie wel. Duidelijke taal. Je zei iets opmerkelijks. Dat geloof. Wat was jouw conclusie? Waar was het op gebaseerd? Ja, nou, ik denk dat het ook te maken heeft met van, durf je over je eigen schaduw heen te stappen? Zoek je ook de kennis en verbinding op met iets anders wat niet helemaal van jezelf is? Durf je dat aan te gaan? Of is het nou soms toch ook wel iets makkelijker om te blijven bij het eigen verhaal? Even uit de veilige haven. Precies. Duidelijke taal, dankjewel. Dan hebben we Henk de Vree, als het goed is. Ja, klopt helemaal. Ook al bekend binnen de Staten, heb ik begrepen. Ja, ik ben Henk de Vree. Ik ben ooit begonnen als actievoerder in Hardingsveld, Giessendam tegen de extreme verhoging van de OZB-belasting. In nauwe samenwerking, en dat is wel leuk om dat even te melden, dat is ver voor Lies haar tijd, maar met de SP. Lies was al wel geboren, maar nog maar net, hè Lies? Ja. De SP zei geen nee. De SP zei geen nee. Nee, en het was hartstikke leuk. De SP heeft een keurige brandweerauto georganiseerd die voor het gemeentehuis kwam te staan. En sponsjes, nou die sponsjes zijn er denk ik nog steeds, hè? Ja. Maar goed, ik ben als actievoerder begonnen. Dat was in 2004. In 2006 in de gemeenteraad van Hardingsveld Giessendam terechtgekomen. Daar heb ik 5 jaar doorgebracht in de lokale partij. En in 2011 ben ik overgestapt naar de PVV in de Staten. Dus ik zit er inmiddels 12 jaar in maart. Een veteraan dus? Ja, op meerdere fronten eigenlijk. Ja, ja. Ja, precies. Waar zetten wij ons voor in? Ik denk dat ik dat kort kan samenvatten. En dat is voor een leefbaar Zuid-Holland. Dat is heel kort. Ik zal iets in detail gaan. We zetten ons in voor meer woningen. Heel belangrijk. Ook een van de stellingen uiteraard. We verzetten ons tegen de ongebreidelde instroom van buitenaf. Die ervoor zorgt dat heel veel van onze woningen worden bezet door statushouders. Kenmerkend voor de PVV, denk ik. En niet voor een andere partij. Ik ben deskundige als het gaat om openbaar vervoer. En in sommige gevallen echt ook slachtoffer, want ik kom uit boven Hardingsveld. En Lies zal dat kunnen bevestigen uit Gorinchem, want dat is natuurlijk helemaal het einde van de wereld als het om Zuid-Holland gaat. Bij het einde van Zuid-Holland, hè? Ik ben een iets kleiner slachtoffer dus dan Lies. Maar boven Hardingsveld is al een uitdaging. En vooral om terug te komen is vaak nog een grotere uitdaging. Want 's avonds rijdt de trein niet altijd. En dan is het echt een stunt om met een ander vervoermiddel dan iemand bellen thuis en zeggen van joh, zou je me op kunnen halen en nog thuis te komen. Want ook de bussen rijden dan vaak niet meer. Dus OV, drama, zetten we ons voor in. Goed, dan gaan we straks uitgebreid. En misschien nog een kleine toevoeging. Als het om energiecrisis gaat, wij zijn voor een kerncentrale. En dat verschilt van de meeste partijen hier. Duidelijk. Oh, dat is heel interessant. Ik heb inmiddels een hele hoop medestanders. Die komt er. Gaan we zo meteen allemaal horen. Ja. Of er inderdaad bijval is. Dan ga ik naar de buurman die ernaast staat. Als het goed is, meneer Merks, hè? Ad Merks. Ik maak heel even voor. Nee, want we zitten met de camera. Dan ga ik weer terug, maar we staan wel ver van de kiezers af. Dat is wel illustratief. Wat wij vinden van onze partij. Ik ga terug naar de microfoon. Ad Merks, Boer-Burgerbeweging, BBB. Wij zijn de partij van en voor het platteland. En wij zien heel veel parallellen tussen de dorpskernen en een groot aantal stadswijken, hier ook in Dordrecht. Wij zijn hele grote voorstander van het behoud van de voorzieningen, zoals het openbaar vervoer, maar ook de scholen, de dorpshuizen, de wijkgebouwen, zowel op het platteland als in de stad. Wij zijn grote voorstander van echte verbindingen leggen tussen plattelandsbewoners en stedelingen, want we hebben elkaar nodig.
hoe groener het platteland blijft, en dat is ook boerengroen van de landbouw, hoe prachtiger het is voor recreanten naar dat platteland toe. En omgekeerd hopen wij van harte dat wij meer groen in jullie stad kunnen brengen en in de steden kunnen brengen. Dat is een hele grote wens van ons. Dus wij hopen van harte dat we dat duidelijk kunnen maken in de politiek, zowel op het platteland, wat al aardig lukt, maar ook in de stad. Wij gaan graag met jullie in gesprek en we hopen zeker dat er een soort referenda komen, zowel in de stad als in de provincie, waar we rechtstreeks rekening mee moeten houden, waar we rechtstreeks ook op afgerekend worden. Ik hoop van harte dat we dat in de politiek doorkrijgen. Wij staan voor duidelijke politiek, rechtlijnige politiek. En ik kom uit Rotterdam, dus ik kan het niet laden. Geen woorden, maar daden. Duidelijk. Dan gaan we zo verder horen. Ja. Dan komen we bij de buurvrouw. Ja, als ik het goed heb. Tessa Belo, hè? Ja, helemaal goed. Dat is correct. Dat klopt. Van Volt, nog toch? Ja, absoluut. En mij... nog redelijk, ja, Tweede Kamer zitten ze, maar echt het gezicht, dat moet nog gevormd worden. Ja, daarvoor sta ik ook hier, voor de provincie. Nou, dat is een charmant gezicht. Dankjewel, dankjewel. Maar het gaat niet om de charmantheid. Het gaat om wat wij gaan brengen in die provincie. Mijn naam is Tessa Belo en ik ben woonachtig in Gouda. En ik hou mij dagelijks bezig met het kader wat geldt in gewapend conflict in oorlog. Ik werk voor een internationale organisatie en ik ben iedere dag bezig met het oorlogsrecht. Heel actueel, zoals jullie misschien allemaal weten. Maar waarom ik dat doe is omdat ik mij laat drijven door bescherming van mensen en ook te luisteren naar wat mensen graag willen. En in gewapend conflict kan dat niet, dus heb je een kader nodig. Maar hier in Nederland hebben we gelukkig geen conflict. Maar hier in Nederland hebben we wel met elkaar kaders nodig om samen te kunnen leven. We hebben de Europese Unie en de Europese Unie die geeft ons de kaders hier in Nederland. En de provincie bij uitstrek geeft handen en voeten aan die regelgeving en aan die kaders die door Europa worden gebracht. Volt is, net als heel veel andere partijen die hier achter mij staan, ook voor een duurzamere provincie. Maar wij willen nog een stap verder zetten. Wij willen in 2040 klimaatneutraal. En dat betekent dat we op dit moment actie moeten ondernemen. Want de wereld staat in brand. Als we nu niks doen, dan staat zometeen Dordrecht hier onder water over 10 jaar. En dat is hetgene wat wij heel graag willen voorkomen. En dat is ook waarom wij vanuit Europese wetten en regelgevingen graag samen met jullie willen kijken naar welke maatregelen we op dit moment moeten nemen om te voorkomen dat we niet onder water staan met elkaar. En daarom sta ik hier vanuit Volt. Dat is duidelijke taal, ja. In Dordrecht is men wel hoogwater gewend. En als je hier straks het toilet bezoekt, dan zie je ook affiches binnen. Een noodpakket, hè, als Dordrecht onder water komt te staan. Ik had ook begrepen dat we hier op de Staart zijn en dat dit ook het noodgebied is voor als de stad onder water komt. Ik ben ooit bij een tentoonstelling geweest hier. Maar ik weet wel dat water een heel belangrijk thema is voor Dordrecht. Heel duidelijk, dank je. Dan gaan we naar de buurman. Alem Mustafa van de Partij van de Arbeid, hè? Zeker. Ja. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Alem Mustafa Negas. Geboren in Ethiopië en gevormd in Zwijndrecht. En ik ben kandidaat statenlid namens de PvdA. En sta op plek 2. Ik weet dat het ontzettend prettig is om in Zuid-Holland te wonen. Maar onze provincie kent ook een aantal grote uitdagingen. Zo is er op dit moment een enorme woningtekort. Er worden onvoldoende betaalbare huur- en koophuizen gebouwd. Daarnaast zie je dat door de hoge inflatie en gestegen energiekosten ontzettend veel mensen in de problemen raken. Met name mensen met een lage inkomen die ook nog eens in slecht geïsoleerde woningen wonen. Die worden het hardst hierdoor geraakt. Daar gaan deze verkiezingen over. Want de komende jaren moeten belangrijke keuzes gemaakt worden. Kiezen we voor een provincie waar er voldoende betaalbare woning is voor iedereen? Zetten we fors in op groene energie en isolatie, zodat de energierekening van mensen omlaag gaat? En investeren we fors in het openbaar vervoer, zodat het betaalbaar en bereikbaar is voor mensen? Als het aan ons ligt, gaan we daar volop inzetten. En dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Goed, ja. Duidelijk. Ja, er zijn van die momenten dat woorden tekort schieten. Hè? Dat heb je eigenlijk alles al gezegd. De buurman. Ja, de pitsmoment is aan u.
Ja, ik hoop dat u nog op de laatste zit te wachten. Ik ben Arjen Witte, ik ben provinciaal statenlid voor de ChristenUnie. De ChristenUnie is een partij van christenen, maar voor iedereen. En wij geloven dat er zorg moet zijn voor elkaar, dat we voor elkaar moeten zorgen, dat we voor elkaar moeten zijn, dat we dingen samen moeten doen. En we geloven dat we een opdracht hebben om deze samenleving en deze aarde te beschermen. En dat betekent voor ons programma dat de natuur hersteld moet worden, dat we aan de opwarming van de aarde tegen moeten gaan en dat we betaalbare koop- en huurwoningen veel meer moeten bouwen. En dat moeten we niet alleen doen, dat moeten we samen met elkaar doen. Samen met inwoners, samen met ondernemers, samen met agrariërs. Want we moeten niet de doelen halen en de samenleving verliezen, maar we moeten het met elkaar doen. En daar sta ik voor in de Staten namens de ChristenUnie. Nou, dat is mooi, samen. En dat heb ik vanavond heel veel gehoord, samen. Het hoor ik altijd eigenlijk wel, bij alle debatten eigenlijk wel, samen, we gaan ervoor. En we gaan ook vanavond ook hebben over van ja, de intentie kan er wel zijn, maar wat is eigenlijk de echte macht in het hele verhaal? He, want er werd net al gezegd, geen woorden, maar daden. Maar dat is vaak hoe mensen tegen de politici aankijken. Er wordt veel gezegd, maar we zien er weinig concreets van. En dan kun je zeggen, ja, er zijn allerlei oorzaken voor. Maar daar gaan we het vanavond over hebben. We gaan ook die, zeg maar, de veteranen aanspreken, hè, die al die ervaringen hebben. Hè, dan gaan we ze in ieder geval... niet helemaal centraal hoor. Maar er zijn meer veteranen natuurlijk die al ervaring hebben in de raad of in de gemeenteraad. Jullie moeten de kiezers gaan overtuigen hoe jullie het gaan aanpakken. En we gaan het gewoon nu vanavond hebben over de stellingen. En dan wil ik even kijken of dit werkt. In ieder geval dank, ja. Als het goed is, hoef ik hier alleen maar op het knopje te drukken. We gaan het hebben over wonen als basisrecht. Dat is een stelling. En we gaan even tafel voor tafel. Dus dezelfde stelling. En ik begin nu gewoon links. Daarnet ben ik rechts begonnen. Dus degene die aan de linkertafel zitten. Provincie keurt woningbouwplannen en gemeenten en kiest meestal voor duurdere woningen, waardoor veel mensen nu geen woning kunnen krijgen. En dan komt natuurlijk de vraag van, ja, hoe gaan we dat oplossen? Hoe komen die betaalbare woningen? Nu heb ik toevallig wel vandaag gelezen dat minister De Jonge heeft gezegd van, ja, we willen dat het Rijk het wat meer in eigen hand gaat houden. Hè, gaan bouwen, dat we het, in ieder geval richting de provincie, dat er opdrachten komen, de corporaties, dat het niet meer zo vrijblijvend gaat worden, dat er in de randen van de gemeente gebouwd moet gaan worden. Maar ik ben benieuwd wat de oplossingen zijn die jullie, of welke lijn jullie voor ogen hebben. Begin maar. Ja? Zal ik een aftrap doen? Zal ik een ongebruikelijke aftrap doen? Heel veel woningbouw wordt tegengehouden door de stikstofcrisis. En wij zijn stellig van mening, want we doen daar redelijk wat onderzoek naar, behoorlijk wat onderzoek, dat de stikstofcrisis geen stikstofcrisis is. En op het moment dat we erachter komen, en dat is een kwestie van tijd, dat er geen stikstofcrisis is, dan gaat de woningbouw vanzelf in een heel hoog tempo verder. Dus even als, dat als aftrap. Dat vind ik wel interessant. Er is geen stikstofcrisis. Er zal ongetwijfeld op sommige plaatsen wel iets zijn wat minder kan, zullen we even zeggen. Maar dat zijn heel weinig plaatsen. Misschien even voor de zaal wel goed. Hoe wordt bepaald of er een stikstofcrisis is? Dat is uitsluitend op basis van een model. Dat model heet Arius. Iedere keer, elke paar maanden, wordt de versie van Arius bijgesteld. En op het moment dat Arius is bijgesteld, update heeft gehad, dan kan het weer omgaan met wat nieuwe gegevens. Maar het is nog steeds een model. Er wordt nog steeds niks anders gemeten dan bijvoorbeeld ammoniak. Geen stikstofdioxide. En op dat moment heb je dus een crisis die helemaal niet is gebaseerd op metingen. Hoe kun je in hemelsnaam een crisis hebben die nergens op gestoeld is? En allemaal hard roepen van mensen, er is een stikstofcrisis, ook een klimaatcrisis. Daar zijn we ook niet van overtuigd. Het klimaat verandert. Doet al miljoenen jaren. Ik vind dit wel... miljoenen jaren. Zorg ervoor... We gaan even de tafel. Verhoogd worden. Ja. Het land verhoogd wordt. De zeespiegel, als ik nou toch bezig ben, stijgt ook heel weinig. Maar daar wijd ik later wel uit, anders heb ik al geen tijd meer. Ja, maar goed, dit is wel interessant natuurlijk. Je hebt believers en je hebt ontkenners, zegt men. Dat hoort erbij, anders zaten we allemaal bij GroenLinks of bij de PVV. Nou, dat is gewaagd. Hoe
Hoe kijkt de rest er tegenaan? Ja, begin maar. Ja, volgens mij doet hij het niet. Ja, dat komt wel. Ja, nee, volgens mij moeten we gewoon veel meer woningen bouwen. We moeten echt woningen bouwen die betaalbaar zijn. Dus een derde... Andere pakken. Toch maar die andere. We moeten echt meer woningen bouwen. Een derde sociaal, een derde betaalbare koop- en middenhuur. En dan is er ook nog ruimte voor een derde onbetaalbaar. Maar we moeten die woningen gaan bouwen. We moeten met gemeenten dat samen doen. En dat kan. En we kunnen als provincie ook meer ruimte bieden. Dat er ook meer plancapaciteit is. Zodat plannen goed tot ontwikkeling kunnen komen. En voor iedereen, voor elke doelgroep, voor iedereen in dit land is een woning nodig. Ja, ja. En er is geen stikstofcrisis. Er is, ik wil niet alles meer een crisis noemen. Er is een opgave voor stikstof. En zeker, daar moet heel veel gebeuren. En ook voor woningbouw is dat nodig. Relatief weinig voor woningbouw. En daar moet ruimte voor te maken zijn. Maar woningbouw is wel een hele belangrijke om voorrang te geven. Want iedereen heeft een basisgrondrecht op een woning. Ja, dat is wel interessant natuurlijk. Hè? Maar dat gaat zo meteen ook aan de orde komen. Van, hoe zit het dan met milieu? Want je kan wel bouwen, je kan van alles gaan doen. Maar straks is alles volgebouwd en dan is het misschien straks niet meer leefbaar. Want die geluiden hoor je ook. Ik denk dat wij in dit gebied, hebben we voldoende ruimte om woningen te bouwen op de juiste plek. En daar moeten we natuurlijk ook recreatie omheen hebben. We moeten er groen omheen hebben. We moeten er een leefbaar iets van maken. We bouwen niet alleen stenen, maar we bouwen een samenleving, een maatschappij, een wijk waar mensen met elkaar willen wonen. En dat kunnen we doen en dat kunnen we ook echt in Zuid-Holland doen. Ja, voor iedereen. Dat betekent dat we polders gaan opofferen? Er is nog heel veel ruimte binnenstedelijk. Dat zien we ook in de huidige plannen in de provincie, dat er binnenstedelijk nog heel veel kan. Maar op enkele plekken zullen er inderdaad grasland opgeofferd moeten worden. Zoals we dat bijvoorbeeld in Valkhorst doen. Zoals we dat bijvoorbeeld in mijn eigen gemeente Zuidplas doen. Soms is dat nodig. Soms kan dat ook. Maar zeker geen natuurplekken. Echt op gras. Oké, duidelijk taal van Christine. De Boerenpartij. Of Boerenpartij. Ja, reactie, BBB moet ik zeggen. Hè? Ja. BBB. Als u het dan af wil korten, dan mag u Plattelandspartij noemen. De partij van en voor het platteland. Wij zijn er echt voor de boeren en burgers. Als het over woningen gaat, dan hebben wij vooral de insteek van creatief bouwen. En niet alleen in de stad, dus ook in de dorpen. De plaatsen die er zijn, de open plaatsen die er zijn, de industrieterreinen. Hier in Noordig zijn ook een paar voorbeelden van verwaarloze industrieterreinen. Ga creatief ermee om en pak als gemeente door. Pak als stad door. Pak als dorpsgemeente door. Zorg dat je die plaatsen en die plekken in de vingers hebt om extra woningen te kunnen bouwen. Dus wij pleiten niet alleen maar voor verdichting van de stad. Wij vragen ook ruimte in de verschillende dorpskernen om uiteindelijk tot leefbaarheid te komen. Maar vooral creatief bouwen. We hebben verschillende doelgroepen. Er zijn verschillende combinaties mogelijk voor eensgezinshuishoudings, voor studenten, voor senioren. Ga er creatief mee om en probeer de hoogte te gebruiken. En als wij dan kijken naar de verschillende industrieterreinen, de verschillende blokkendozen, dan blijven wij het heel jammer vinden dat daar geen woonlaag opgebouwd is. Dat is een hele grote kans. U zegt de hoogte in. Dat is in ieder geval op een aantal plaatsen de hoogte in. En in de dorpen ook de randen opzoeken. Goed. Dat is een heldere taal. Wie van jullie? Ja? Adam? Ja? Ja, je hebt het gezien. Wonen, basisrecht, moeten bouwen. Ja, daar ben ik het absoluut roerend mee eens. Ja. Wat ons betreft als PvdA vinden we dat we vanuit de provincie minimaal 40% sociale huurwoningen moeten vastleggen. Dat elke gemeente minimaal 40% sociale huurwoning bijbouwt. 30% voor middeninkomens. En zo zorgen we ervoor dat we in ieder geval betaalbare woningen realiseren. Daarnaast vinden we dat we de woningcoöperaties extra veel ruimte moeten bieden door de subsidieregeling die er nu is te verruimen, zodat ze die sociale huurwoningen ook daadwerkelijk kunnen realiseren. En tot slot vinden we het ook belangrijk dat we kleine gemeenten ondersteunen door de kennis en kunde die in de provincie is, om ervoor te zorgen dat zij ook die woningbouwopgave kunnen realiseren. En zo kunnen wij ervoor zorgen dat woningen, of tenminste volkshuisvesting, zoals wij dat heel belangrijk vinden, weer in ere wordt hersteld. Goed. Kijk, je krijgt bijval. Hoe ga je het nou echt oplossen? Want dit is van, zo gaan we het doen. Maar de praktijk is weer barstiger. De praktijk is daadwerkelijk weer barstiger. Daar ben ik absoluut mee eens. Vanuit de provincie, Anne Koning, dat is de gedeputeerde en ook tevens onze lijsttrekker,
Die zegt dat er voldoende plannen zijn ingediend om niet alleen 230.000 woningen te realiseren, wat onze opgave is, maar om 250.000 woningen te realiseren. En wat nu van belang is, is dat we echt daadwerkelijk schouders eronder zetten en het ook gaan realiseren. Dus dat we gewoon kijken van waar zijn de woningen die nodig zijn, hoe gaan we dat realiseren, gemeentes ondersteunen, procedures verkorten. En zo kunnen we daadwerkelijk de woningbouwopgave realiseren. Dus het is nu een kwestie van doen. Kwestie van doen. Ja. Ja. Maar goed, iedere gemeente zegt van ja, we zitten al aan ons maximum. Dat is niet waar. Want nogmaals, er zijn plannen ingediend om die woningen te kunnen bouwen. Het moet alleen gerealiseerd worden. En als provincie vind ik ook, of tenminste vanuit de PvdA vinden we het belangrijk dat de provincie ook meer een regierol op zich neemt. Dus dat we ook echt tegen die gemeentes zeggen dat als jullie een woningbouwopgave hebben van minimaal 40%, wat ons doel is, dat ze dat ook daadwerkelijk gaan realiseren. Dus dat ze het niet meer iedere keer kunnen afschuiven door te zeggen van ja, sorry, het lukt ons niet. Het kan, je moet creatief en slim gaan bouwen, maar het is mogelijk. En nu is het, zoals ik al zei, echt een kwestie gewoon van doen. Oké, doen. Wat zegt Volt? Dank je. Ja, Volt zegt ook absoluut doen. Maar wij gaan het niet alleen doen. En wij gaan het niet alleen als provincie doen of als met de gemeente doen. Maar wij gaan het samen met de inspraak van bewoners doen. Want wat ontzettend belangrijk is en wat heel veel partijen misschien ook wel vergeten, is dat er een maatschappelijke vraagstuk ligt bij het inbreiden, dus het indikken van zo'n gemeente. Op het moment dat er nieuwe woningen komen en veel nieuwe woningen komen, dat heeft iets te maken met de samenstelling in zo'n gebied. En we hebben dus de stem van de burgers nodig. Dus wij staan op dit punt ook voor wat we hier net ook hebben gehoord, subsidieregelingen en dat we ruimte nodig hebben, ook aan de randen van de steden. Maar wat wij concreet gaan doen is echt met de burger in gesprek gaan van wat betekent dat voor jou, in jouw straat, in jouw wijk, in jouw buurt, op het moment dat die extra woningen er komen en wat hebben jullie nodig? En op het moment dat er zo gesproken wordt, we zijn als Volt ook echt een grassroots organisatie, kijken we echt naar wat kunnen wij daar betekenen voor de bewoners? En daar gaan wij op provinciaal niveau ook naar kijken met gemeentes. Van oké, ga dat gesprek aan voordat jij een plan indient. En ga kijken hoe je die sociale cohesie in zo'n wijk ook daadwerkelijk kan behouden. In plaats van dat dat uit elkaar valt. Maar goed, eigenlijk hoor ik je zeggen van ik maak er een maatwerk van. Absoluut. Maar de werkelijkheid is toch anders? Er liggen opgaves. We weten gewoon dat de samenstelling van de bevolking ook aan het veranderen is. Veranderingen onderhevig zijn. Ja. We weten als er iets gepland wordt, dat er ongeveer 10 jaar nodig is voordat het gerealiseerd wordt. Dat gaan jullie niet lukken in die 4 jaar dat jullie daar zijn. Nee, en daarom moeten we nu op dit moment ook niet denken zoals dat wij over 50 jaar geleden dachten over we gaan nieuwe woonwijken bouwen met eensgezinswoningen. Nee, we moeten op dit moment echt maatwerk leveren en kijken naar de toekomst. Wat hebben we nu nodig en wat hebben we in de toekomst nodig? En wellicht ook bijvoorbeeld bestemmingsplannen makkelijker aan kunnen passen, zodat op het moment dat wij over 10 of 15 jaar niet meer woningen nodig, maar meer bedrijfsruimtes nodig hebben, dat we ook makkelijker kunnen zeggen, oké, dan vormen we dat om. Want dat hebben we al, daar hebben we al over nagedacht. Goed. Volt is in ieder geval voor doen en voor maatwerk. Dan ga ik naar de volgende tafel. Wie bijt de spits af bij deze stelling? Ik wil wel. Dankjewel. Ja. GroenLinks vindt wonen een grondrecht en daarom staan wij voor 50% sociale woningen bij nieuwbouw. Waarom 50%? Dat lijkt heel veel, maar het is heel simpel. Meer dan de helft van onze inwoners in Zuid-Holland heeft recht op een sociale huurwoning. En als die woningen er niet zijn, dan staan ze eindeloos op een wachtlijst of dan zitten ze vast bij een huisjesmelker waar ze veel te veel betalen. We moeten die woningen als overheid gewoon voor ze regelen. En wat GroenLinks nog onderscheidt van andere partijen, wat veel andere partijen hier zeggen, we willen ook bouwen in het groen. Bouwen in de open ruimte, de ruimte waar nu nog niks is. Maar ja, in die ruimte is natuurlijk wel wat. En ik daag ook de partijen uit die zeggen voor de belangen van de boeren te staan hier. Hoe ga je dat dan verkopen als je tegen een boer zegt, ik ga jouw weiland volbouwen? Want dat is wat je doet. Je offert boerenland op en groen open land voor woningbouw. Ja, maar GroenLinks we zitten in is echt voor binnensteden, binnendorpen bouwen. Zuid-Holland, de dichtstbevolkte provincie van Nederland. We moeten toch zuinig zijn op onze weilanden? Ja, precies. Dat is precies mijn punt. We moeten daar heel zuinig op zijn. Daarom is GroenLinks niet voor buiten de steden, buiten de dorpen bouwen. Niet in het groen. Maar goed, hoe gaat dat dan oplossen? Hoe gaan we het oplossen? Binnen de steden, binnen de dorpen gaan we vol inzetten op verdichting. Ja.
Dat wil zeggen dat je op sommige plekken wat hoger moet bouwen. Niet per se torens zoals bij ons in Rotterdam, hè, maar misschien 6, 7, 8, 10 verdiepingen. Daar zit de menselijke maat nog in en daarmee bereik je een dichtheid waarmee je veel meer mensen een plek kan geven. En je bouwt dan ook de woningen die nodig zijn. Hè, want gezinnen zijn kleiner dan vroeger. En mensen wonen vaker alleen of met z'n tweeën. Ja, goed. We hebben meer eenpersoonshuishoudens tegenwoordig, want daar doe jij in principe op. We hebben anders samengestelde gezinnen. Mensen scheiden, plotseling een woning nodig, geen woningen verraden. Maar op een gegeven ogenblik kun je het ook binnen een stad of een gemeente niet meer bijbouwen. Nou, we hebben nu, dat werd eerder al benoemd, we hebben een heleboel woningbouwplannen in de provincie al liggen. De meeste daarvan, bijna allemaal, zijn binnen bestaande steden en dorpen. Enkele zijn er buiten, maar dat is dan bijvoorbeeld op een voormalige vliegbasis. Hè, op plekken die al in zekere zin bebouwd waren, niet meer helemaal open waren. En daarmee redden we het gewoon de komende 10 jaar. Dus laten we dat gewoon eerst goed, doen. Goed, daarvoor ga je in ieder geval de provincie in. Ja. Henk Vreken die wil reageren. Ik weet niet of ik een interruptie mag plegen, maar dat mag kennelijk dus. Dat is hartstikke mooi. Want ik sta hier nou toevallig toch, dus ik pleeg een interruptie. Het verbaast mij in hele positieve zin dat GroenLinks ineens gevoel krijgt voor boeren. Want in de afgelopen, ik zou haast willen zeggen, 12 jaar is dat nog niet opgevallen. Hoe kijkt GroenLinks naar de ontwikkelingen bij Nieuwkoop? Waar 8 boeren te horen hebben gekregen van de huidige coalitie, waar GroenLinks in zit, dat ze 0% uitstoot mogen doen, dus 0% stikstofuitstoot. En dat betekent dus dat ze in feite per 1 maart mogen verdwijnen. Dus ik wil graag het gevoel van de boeren van Nol van GroenLinks even horen. Kijk, GroenLinks is een partij die niet bestaande dingen gaat ontkennen, zoals sommige andere partijen wel doen. Als je ontkent dat er een stikstofcrisis is, ja, dan is je antwoord richting die boeren heel makkelijk. Ons antwoord is niet zo makkelijk, want wij ontkennen die crisis niet. Dus we moeten een eerlijk verhaal vertellen daar. Als dat eerlijke verhaal is, de natuur in dit gebied leidt er te veel onder. We kunnen die natuur niet in stand houden met die stikstofuitstoot op die plek. Ja, dan moet daar iets veranderen in dat gebied. En daar hopen we mee te denken met de boeren. Daar hopen we ervoor te zorgen dat de boeren die kunnen blijven een betere toekomst hebben, een goed verdienmodel kunnen krijgen. Maar sommige boeren zullen echt moeten verdwijnen. Dat is wel het eerlijke verhaal. Goed, nou dan begrijp ik wel dat er reactie gaat komen. Maar we hebben nog een aantal mensen die ook hun verhaal gaan vertellen. Je moet even geduld hebben. Straks komt de zaal ook nog aan boord, Henk Vreken. De buurman of Ruby Puzel? Is goed. Doen we het rijtje af weer terug. Ja. Helemaal goed. Wonen, het gaat er nu een aantal keren over van... Hey, we hebben allemaal mooie plannen en hoe krijgen we dat nou voor elkaar gebokst? Wat ik zie gebeuren is dat er inderdaad overal mooie plannen zijn. Iedereen blijft een beetje tegen elkaar aankletsen. En ik hoor ook de PvdA die de eigen gedeputeerde aanhaalt met hoeveel woningen er gebouwd kunnen worden op basis van de plannen. Maar er is regie nodig van de provincie. En dat is precies wat de gedeputeerde van de PvdA de afgelopen jaren niet heeft laten zien. Op het moment dat we zeggen, deze gebieden wijzen we aan, hier willen we woningen bouwen. Hier gaan we dat niet doen. 30% sociale huur, 30% middenhuur. Dan heb je heldere kaders, weet iedereen waar die aan kan bouwen. En blijven we niet eindeloos tegen elkaar aankletsen over of het nou links of het nou rechts moet. Ja. Die helderheid, die kan D66... Maar goed, je deelt nu wel een sneer uit naar de Partij van de Arbeid. Die staat gelijk te trappelen. Zeker? Ja, je hebt er niks van gebakken, zegt hij. Dat is... Ja, nou, het zijn de mening van D66, maar op dit moment worden ontzettend veel woningen wel degelijk gerealiseerd. Alleen, we lopen inderdaad gewoon tegen een aantal hobbels aan, zoals de stikstofcrisis. Zoals dat er heel veel plannen zijn, maar dat nog niet gerealiseerd kunnen worden vanwege enorme trage besluitvormingsprocessen. En daar willen we nu fors op gaan inzetten. En inderdaad, onze wens is om binnenkort ook zelfs de ambitieniveau veel hoger te zetten, namelijk minimaal 40% sociale huurwoning. En daar willen we vol op gaan inzetten. Maar dat er niks wordt gerealiseerd op dit moment, dat vind ik echt... Nee, maar dat zeg ik ook niet. Hè? En volgens mij, daar komen we wel uit. Hè? Als er mooie plannen liggen, hoeveel het percentage nou precies moet zijn. Maar ik ben het wel maar mee eens dat we meer dan de afgelopen periode regie moeten voeren. Duidelijk moeten zijn als provincie, dit willen we binnen deze kaders. En dan heb ik er alle vertrouwen in dat we het voor elkaar gaan boksen. Nou, als de PvdA in het volgende college er weer in komt, zorgen wij ervoor dat we meer regie gaan pakken. Goed. Nou, we gaan dit meemaken. En de volgende. We gaan gewoon het rijtje af...
Ja, de beleefdheidsfase gaat nu. Nee, nou u. Jij bent ook. We zijn heel beleefd hier. Ja. Nee, als we het hebben over wonen, dan zijn er een aantal onderwerpen waar ik aan denk. En dat is allereerst de woonvisie. Gemeentes, even voor de mensen hier die niet precies weten waar het dan om gaat. Gemeentes die stellen een woonvisie vast. Daarin wordt bijvoorbeeld aangegeven hoeveel woningen er gebouwd mogen worden. En de provincie heeft daar ook een zeggenschap in. En wat daarin belangrijk is, we hebben het woord samen al heel veel gehoord vanavond. Dus dat de provincie en gemeente samen gaan kijken wat er nodig is per gemeente om aan die woningbouwopgave te voldoen. En daarbij moet ook gekeken worden naar creatievere woonvormen. Dus betaalbare woonvormen. En dan hebben we het bijvoorbeeld over co-housing. Leerpark 2F is daar een mooi voorbeeld van. Maar ook bijvoorbeeld nadenken over tiny houses, knarrenhofjes, et cetera. Dus dat zijn allemaal mooie voorbeelden waar de provincie zich echt hard voor kan maken. Als we het anderzijds ook hebben over samen, dan kan CDA ook invloed uitoefenen sowieso bij de landelijke overheid. We hebben gezien dat er rijksgelden gegeven zijn aan bijvoorbeeld Sliedrecht, maar ook aan Lansingerland om woningen te gaan realiseren. En wat ook nog een punt is, is sowieso ook dat je onlangs op 25 januari uit mijn hoofd is er een woningbouwprogramma gepubliceerd door de staten, waarin bijvoorbeeld ook aangegeven kan worden, hè, wat zijn nou de prioriteiten van de staten, zoals bijvoorbeeld cofinanciering om woningbouw te versnellen. En nou ja, een laatste punt dan nog, is dat er ook werd aangegeven dat wij als CDA zijn ook voorstander van 30% sociale huur. Om woningen gewoon inderdaad ook betaalbaar te houden voor bepaalde groepen. En daarbij is het wel belangrijk om te zeggen dat we dan niet kijken per project, maar in zijn algeheelheid. Dus echt maatwerk ook kunnen bieden. Goed, daar sluipt iemand achter je aan die gelijk erop wil reageren. Hij kan dat niet laten, hè? Meneer Rijnvoort, ga je gang. Ja, hartstikke goed wat het CDA natuurlijk allemaal zegt. Klein vraagje. Ja, mag best even klappen hoor voor het CDA. Klein vraagje. Afgelopen 4 jaar zat het CDA in de coalitie. Wat heeft het CDA aan deze punten in de afgelopen 4 jaar gedaan? Nou ja, bijvoorbeeld om het even heel kort te houden, want ik heb volgens mij al best wel veel gezegd. De verhuurdersheffing is bijvoorbeeld afgeschaft. Ja, dat is mooi. Ja. Oké, duidelijke taal. Dat was kort en krachtig, Ruby Pichat. Daar wil ik wel op ingrijpen, ja. Want dat kwam niet vanuit het CDA. Als fractievoorzitter vanuit Rotterdam weet ik hoe we daarvoor geknokt hebben. Nou, dankjewel CDA. Die was er hartstikke tegenstander van. Nou. Het wordt steeds scherper, hè? Ja, Ruby Pichat. Ja, dankjewel Ben. Ja, ik vind het wel heel erg leuk, want Ben is eigenlijk wel van de hele prikkelende stellingen. Dat zien we ook wel. Waar denk ik ga even wat vragen stellen waardoor mensen heel geprikkeld zijn. Dus dat is leuk. Ik ben eigenlijk ook opgeleid als econoom en bedrijfskundige. En als ik ga kijken naar wat markt is en wat marktwerking is, dan is een markt natuurlijk een kwestie van vraag en aanbod. En op het moment dat er bij vraag en aanbod, als er meer vraag is dan aanbod, dan gaan de prijzen omhoog. En dat zien we hier natuurlijk ook gebeuren. We zien het in de landen gebeuren. Alles wordt inderdaad gewoon veel duurder. En op het moment dat we een markt hebben en daar komen ook nog eens overheidsinvloeden bij, ja, dan kan die markt ook niet meer zijn natuurlijke beweging maken. Dus het is wel heel belangrijk om te gaan kijken van, oké, wat ligt er aan ten grondslag wat er nu allemaal gebeurt? Want je kunt wel zeggen, oh, we moeten dit doen en we moeten dat doen, we moeten zus oplossen. En nu wordt er heel erg naar beneden geduwd, hè? Want de gemeente moet eigenlijk maar ineens heel erg snel gaan bouwen. Ja, bouwen kost tijd, hè? Dat doe je niet ineens binnen 2 maanden. En daarom is het gewoon ook belangrijk te kijken, wat heeft er nou voor gezorgd dat de markt is zoals die is? En als wij dus aan alle kanten die markt gaan beïnvloeden, dan moeten we het ook niet gek vinden dat er ergens een keer wat gaat overstromen. En dat daardoor eigenlijk ja, heel Nederland volledig op slot zit. En heel belangrijk is ook de vraag, want er staat ook, ja, hoe gaan we dit eigenlijk aanpassen? Dat ben ik dan benieuwd naar, ja. Want ik krijg een hele uitleg, ook, ja. Maar ik wil nu wel weten hoe je het gaat aanpakken. Nou, ik vind het eigenlijk heel erg leuk dat jij die vraag stelt. Want ook de vraag hoe is eigenlijk een verkeerde vraag. Waarom? En waarom is ook een verkeerde vraag. Ik ga jou dat uitleggen. Ten eerste, waarom is een verkeerde vraag? Omdat waarom zoekt een reden en rechtvaardiging en dat houdt ons in de loop. Zeggen ze dan hoezo? Vertel het mij. Waarom is hoe een verkeerde vraag? Als we willen gaan kijken hoe het werkt, hè, de wetten van het universum, en als we gaan kijken hoe we uiteindelijk dingen tot stand gaan krijgen, als je dingen wil gaan manifesteren, dan is het niet hoe het gebeurt, maar dat het gebeurt.
En de vraag is eigenlijk, oké, wat is er voor nodig? Wat gaat het vergen om dit te creëren? Wat gaat het vergen om dit op te lossen? En als we kijken naar de hoe, wij hoeven niet over de hoe na te denken. Wij moeten ervoor openstaan. En op het moment dat wij ervoor openstaan, worden de oplossingen naar voren gedragen. Goed, duidelijk. Nou, straks gaan we bij andere stellingen. En we hebben nu nog kort, heb ik begrepen. We onderbreken zo meteen even, maar de volgende. Ik moet nu even het tempo erin houden. Ja. Ja, maar als u als voorzitter natuurlijk interruptie toestaat, dan wordt het langer, dan moet u het wel strakker leiden. Dan gaat het niet gebeuren. Bouwen, een basisrecht, een huis voor iedereen, uiteraard. In de provincie valt mij op, in die 8 jaar dat ik er zit, dat we een heel hoog ambitieniveau hebben. Waar het wel eens aan schort is het ratio-niveau, de uitvoerbaarheid. De vraag is wat onze minister van Volkshuisvesting bedacht heeft, 235.000 woningen voor Zuid-Holland. Uitvoerbaar, zonder dat we in problemen komen. Die vraag leg ik bij u neer. Ik denk dat het lastig wordt. Ik denk dat we met wonen op een andere manier moeten gaan kijken naar wonen. In de staat hebben we een deltaplan vergrijzing geïntroduceerd. Wij vinden dat oudere woningen moeten omgevormd worden, moeten opnieuw gebouwd worden en moeten beschikbaar worden gemaakt voor de doelgroep, jongeren en ouderen en dergelijke. Daar moet meer aan gedaan worden. Wij vinden op dit moment dat de woningvoorraad die we hebben erg gedateerd is. Daar moeten we in investeren en moeten oppassen dat we op een gegeven moment niet te veel nu de ruimte weggeven die we niet hebben. We moeten de ruimte die we nu hebben goed benutten. En dat betekent, dat is het volgende probleem, hoe gaan we nu straks die huizen bouwen? Met gezien de crisis die we nu hebben met de bouwmaterialen. Je ziet het aannemers nu gebeuren van, ze kunnen ze het wel bouwen. Hoe gaat u dat dan doen? Wij kunnen wel 40% sociale woningbouw willen plegen. Ja. Maar als die ontwikkelaar die het moet bouwen, of degene die het moet bouwen, het niet kan bouwen. En dat zie je nu gebeuren, ook in Zuid-Holland, dat sommige projecten stil liggen. En waarom? Niet door de stikstof. Nee, omdat de aannemer zegt, ik kan het er niet verbouwen. Nou, we hebben vroeger de woningcorporaties gehad. Die corporaties zijn op een gegeven moment, ontmanteld in private ontwikkelaars. Dat is nu gestopt op dit moment. Die zijn weer terug naar hun basis, maar die hebben heel wat oude dingen in te halen. Dus die corporaties moeten doen waarvoor ze opgericht zijn. Sociale woningen bouwen voor iedereen. Voor starters, ouderen en met zorg ook. Duidelijke taal. We gaan gewoon zo verder. Even de korte onderbreking. En dan kijk ik even naar de technici. We hebben nu nog even. We gaan er nu uit, hè? Ja, we pakken zo meteen de draad weer op bij deze discussie. En dan gaan we versneld in ieder geval de andere stellingen zo meteen in brede verband aanpakken. Zodat alle stellingen toch aan de orde komen, heel kort en krachtig. Maar eerst maken we deze ronde zo meteen af. Tot zo.